door blijven gaan. Mensen vragen ons wel eens, hoe doen jullie het nou? Je moet gewoon niet te veel aan denken overdag. Goedemorgen, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe weekvlog op maandag. De week begint iets minder, helaas. We hebben weer een of andere kinderziekte hier onder de leden. Uitslag, jeuk, hoge koorts, heel veel snot. Dus Gijs gaat wel naar de crèche en Jelle heb ik vandaag thuis. En ik baal een beetje. Niet dat hij er wat aan kan doen. Maar ik had zo'n drukke werkdag vandaag. Ik moest echt zoveel doen. Nou zag ik het gisteren gelukkig al aankomen. Dus ik heb het meeste gedaan op zondag gisteren. Maar er is wel één ding wat ik echt af moet hebben. Daar heb ik namelijk vandaag de deadline voor. Daar moet ik ook allemaal boodschappen zo meteen voor doen met een ziek kind. En dan moet ik zaterdag uitlaten. Weet je, het is als je een ziek kind hebt, dan wil je eigenlijk het liefst gewoon hem op de bank installeren. En als je dan 100.000 dingen moet doen, is het heel irritant. En dan zit ik nog met de video van vrijdag die ik ook vandaag moest opnemen. Want de rest van de dag heb ik helemaal geen tijd. Van de rest van de week heb ik helemaal geen tijd meer. Dus daar moet ik ook nog even strategisch op bedenken. Maar hopelijk lukt dat in deze week nog wel. Nou ja, ik word weer geroepen, maar leuk dat je weer kijkt dus. Ik hoop dat deze week beter eindigt dan dat hij begint. Nou Jelle, it's just you and me today. Ik ben aan de wandel met Saar en Jelle dus. Het is nu bijna 9 uur. Sprak net nog even gezellig onze nieuwe buurvrouw van het nieuwe huis. Ik was even langs de bouwplaats gereden namelijk. Om te kijken of de nutsvoorzieningen inmiddels werden aangesloten. Want ik word er helemaal gek van. Daar is het alleen nog maar op wachten nu. Maar ik hoor net ook dat we donderdag de vooroplevering hebben. Nou, oh, dit is zo sneu. Hij is echt zo ziek. Jelle die kijkt ondertussen een filmpje. Echt lang leven YouTube op dit soort dagen. Want ik moet echt aan de slag met een recept. Dus dat ga ik nu even maken. Alright, alles staat op de foto. Nu kan het eten beginnen. Die Jumbo had zeezout, karamel, chocolade, paas, eitjes. En ja, die moet ik natuurlijk even testen. Zo, dat knutte is echt een ding in je hart. Het is inmiddels, even kijken, hoe laat is het? 2:15. Jelle ligt al een uurtje te slapen. Ach, die arme joh, hij is echt zo ziek. Ik heb ondertussen wel lekker doorgewerkt. Ik heb alles af wat ik af wilde hebben vandaag. En ik had gisteren dus al heel veel gedaan. Dus ja, dat geeft me wel weer een beetje een gerust gevoel. Want ik had echt even spannend benauwd. En ondertussen ben ik druk aan het mailen met allerlei aannemers en zo. Omdat ons huis bijna opgeleverd wordt. Daar ben ik even druk mee. En ik ga nu even voor mezelf lekker paaszaadjes verder opsmikkelen. En de lijstjes terugkijken. Eind van de middag alweer. Tijd om voor boodschappen te doen. Ik moet nog een pakketje wegbrengen. Pakketje wegbrengen nog. En een dunschiller is net stuk gegaan, dus ik moet een nieuwe kopen. Huisvrouwenleven. En daarna gaan we Gijsje alweer ophalen van de crèche. Het gaat alweer heel rap met de tijd. Ik moet zeggen, ik ben best trots op mezelf. Want ik had vanochtend best wel veel stress over hoe ik alles moest gaan doen. En ik was echt aan het balen van dat Jelle ziek was. Maar het is eigenlijk een hele goede dag geworden. Gewoon heel gezellig en ja, gezellig. Jelle vond het vast niet gezellig, maar gewoon relaxed en ja, gewoon fijn. Prima dag. En ik heb gedaan wat ik moest doen en ik ben er voor op geweest. We hebben lekker samen geslapen en geknuffeld en filmpjes gekeken. Dus het was eigenlijk wel prima. Oké, off we go. Nou, meneer wil in elk geval weer even een stukje zelf lopen. Dat is wel mooi. Kom deze kant op. Komt Jan Splinter door de winter, jongens. Er zat er blijkbaar nog geld in, want hij rijdt vanzelf. Zonder dat ik een muntje in heb gedaan. Zo, hè. De jongens liggen in bed. Het is 7:00. Oh, 7:01 zelfs. Goals. En ik kruip lekker achter mijn computer. Sorry voor dit vogelnest. Dat gaat morgen gewassen worden. En ik heb hier lekkere koekjes. Deze zijn altijd met Pasen en met Kerst. Echt, ik ben echt dol op deze koekjes. En de lekkerste vind ik eigenlijk nog die met die sprinkles erop. Maar echt, je hebt altijd als deze er weer zijn, ben ik heel blij. Ik ga zo nog even met Jure FaceTime, want die is weg voor werk deze week. Al 2 weken lang trouwens. Dit is de laatste week dat hij ook niet thuis slaat. Nou ja, goed. In elk geval, die heeft weer lekker druk. Ik ga nu even een beetje niks zeggen, geloof ik. Zag ik er elke dag maar zo uit, vanzelf. Met gekrulde haar, een leuk lipstickje op en een berg make-up. Het is vandaag dinsdag.
Ja, het is dinsdag. Hè, voor me, ik ben een beetje de dagen kwijt. Mijn moeder is er namelijk vandaag. Het is nu 2:15. En Tien en ik gaan op naar Hilversum. We hebben een afspraak, ja, een soort van workshop-achtig eventje bij RTL. Samen met ons mediabureau. Dus dat is de planning. Daar gaan we naartoe. Ik wacht nu op Tien. Ik ben net langs ons huis gereden. En we worden aangesloten. Dat wil zeggen, ja, sorry voor de mensen die niet in de nieuwbouw zitten. We worden eindelijk aangesloten met het nuts. En dat heeft echt heel lang geduurd. Maar eindelijk is het zover. En dat betekent dat we echt binnen nu en 2-3 weken de oplevering gewoon hebben. Ah, ik kan het gewoon niet geloven. Het gaat nu eindelijk echt gebeuren. Daar is Tientje. Hallootje. We zitten al een tijdje in de auto, hoor, samen. Ja, ook wel. Ja, nee, ik dacht niet dat je het nu bedoelde. Maar zo, we hebben alle twee echt zo'n wattenhoofd van de moeheid in mij. Oh, ik had wel een kutnacht. Jij ook, hè? Ja, maar goed. We gaan gestaag door. We hebben gewoon door blijven gaan. Mensen vragen ons wel eens, hoe doen jullie het nou? Je moet gewoon niet te veel aan denken overdag. Gewoon doen alsof je neus bloedt. Wacht even hoor. Hoe doen jullie het? Hoe doen jullie het? Ja, dit jaar. Concealer. Concealer. Echt, als je moeder wordt, sla een schoot ja. aan deze. Perfect kraamcadeau voor de moeder. Concealer. Lush bruis ballen en tarte shape tape concealer. Ja. En een lifetime abonnement op een koffiezaakje of ja, zo. Ja, en een abonnement op een hotel om af en toe een nachtje door te slapen. Dat wil ook wel eens helpen. In elk geval, wij zijn bij RTL en we gaan zo naar binnen. En ik heb een kutstem en ik heb dorst. Ja, ik heb ook dorst. Ik hoop dat ze wat te zuipen hebben. Wat te zuipen, juffrouw Jannie. We hebben het gevonden en kijk op voor de drempel. Ik ben benieuwd. Namelijk om zo de deur in huis te vallen. Dat zou echt wat voor mij zijn. Ik ben benieuwd naar de workshop. Ik ook. We gaan het zien. Daar zitten we, Tien. We zijn klaar met onze workshop. Het was echt superleuk. Ja. We zijn weer helemaal gemotiveerd. Tien heeft bijna geen stem meer. Geen stem meer, een beetje. We zijn weer helemaal gemotiveerd om met YouTube weer leuke dingen te gaan doen. Hè? Ja, zeker weten. Altijd wel leuk zo mee. Ja. Je zit bij andere mensen ontmoet en zo. Ja. Je krijgt toch een nieuwe energie. En ja, dat is wel eens nodig als je eigenlijk alleen maar alleen werkt. Ja, maar, met z'n tweetjes in ons eigen bubbeltje. Ja. Ja, ja. Echt heel leuk. Dus dat is eigenlijk het enige wat wij gedaan hebben. We gaan nu snel eten en dan door naar huis. Oh, ik ben ook echt zo moe. Echt, vannacht heeft hij echt ingehakt gewoon. Gijs kan niet kiezen wat hij wil ontbijten, dus hij dipt zijn brood in de havermoutpap. Ja, ik heb het over jou, ja. Een hele goede morgen. Het is vandaag woensdag. En vandaag weer een dag thuis met de jongens. Gisteravond toen ik thuis kwam, toen was Gijs ziek. Toen lag hij al wel in bed, had mijn moeder gedaan natuurlijk. Dus ik had echt, ik dacht echt, nou, hoop van zegen voor vannacht. Maar hij heeft de hele nacht doorgeslapen. Hé Gijs, je hebt de hele nacht geslapen. Van 7 tot 6. Echt een wonder. Ik moest alleen één keertje naar Jelle toe, dus dat was eigenlijk een prima nachtje. Ja, dat is je broer. Die hoor je hoest op de babyfoon. Die is net wakker. En nu zit ik met Gijs te ontbijten. En ik ga Jelle zo eruit halen. En kan de dag beginnen. Ik heb best wel een to-do-lijst. In het huishouden vooral. En mijn schoonzus komt vanavond eten. Goed zo, kun je zelf eten. Gijs probeert zelf hapjes te nemen. En ja, ik ontbijt met naanbrood. Want ik wacht nog van gisteravond op het aanrecht. Dat ik dacht, anders droog het uit. Dus ik eet hem nu op. Voor zover. Oh man, er zit echt een wezenlijk verschil tussen mijn twee jongetjes. Gijs komt nu al echt in de heel erg driftige fase dat hij alles zelf wil doen en dat hij zelf wil eten. Jelle komt daar echt nu pas in. Maar Gijs zegt, ja, alleen nog maar die. Hij heeft wel eens andere woorden gezegd, maar dan blijft hij die niet zeggen. Terwijl Jelle met deze leeftijd echt al heel veel woorden zijn. Weet je, niks is beter of slechter of zo, maar het is zo grappig om die verschillen te zien. Kijk hoe goed hij zelf eet. Terwijl Jelle die eet pas sinds kort zelf. En anderzijds, als je dus Gijs vraagt wat een dier zegt, dan zegt hij bij alles boe. Zo grappig. Allebei jullie eigen kwaliteiten, liefie. Ja. Oh, Jelle, wat zijn dat? Wat zit er in jouw nieuwe schoenen? Loopje. Oh. Ze zijn blauw. Ja, nu zijn ze blauw. En nu? Groen. Ja. Mama vindt ze echt super stoer. Ga staan. Zo is je outfitje. Oh. Mooie schoenen. Mooie schoenen. Ga stampen. Dan gaan de lampjes aan. Ja. Zag je het? Je zou zijn gezicht eens moeten zien, jongens.
Dat is zo grappig. Jelle, nog een keer stampen. Ja, groen. Alleen kijk eens. Mama heeft ook nieuwe schoenen. Ook met lampjes erin. Oh, echt super bedankt, Skechers. Ik vind dit echt super leuk. En Jelle is er echt helemaal blij mee, of niet, Jelle? Mijn groene. Ja, mooie liepie. Mijn groene. Vet grappig. Ah. En die van Jelle, die flikkeren dus zeg maar gewoon wanneer die stamt. En die voor volwassenen en oudere kinderen, tieners zeg maar, die hebben hier een knipje, ja, een knopje in de lip. Kijk. En dan kun je echt heel veel standen doen. Maar je kan ze dus ook permanent uitzetten. Dus dat er niks gebeurt als je loopt. En er zit een USB-kabel bij waarmee je die van mij kan opladen. Wacht dit! Jelle is er helemaal fan van. Ben je blij met je nieuwe schoenen? Ja. Ik ben onderweg naar mijn moeder en mijn broertje. Samen met de jongens. Die hebben lekker geslapen eerst. En het is nu 2:15. We gaan even gezellig langs. Gewoon voor de gezelligheid. Vooroplevering van ons huis. Eindelijk. Dus dat betekent dat hij bijna echt opgeleverd wordt. We gaan nu wat dingen nalopen. Of ik, want Jure is er niet. Die is weg voor werk. We gaan wat dingen nalopen dan. Zodat er nog wat mankementen tijdig gesignaleerd kunnen worden, zeg maar. Jure's ouders zijn er even om op de jongens te passen. Ik wilde eerst met kinderen, maar toen sprak ik onze buurvrouw. Die bij ons in de straat komt wonen en die zei echt van ja, ik denk dat het niet zo handig is, want het duurt best wel eventjes. Toen dacht ik zelf ook van ja, nee, is echt niet handig. Ik heb net voor Jelle even een foto gemaakt dat er gewoon een immense trekker door onze achtertuin rijdt. Bizar. Daar ben ik weer. De oplevering gehad. Het was echt rete koud. Ik was blij dat ik echt de kinderen niet mee had genomen. Ik was helemaal verkleumd toen ik thuis kwam, maar de vooroplevering ging goed. En als jullie dit zien, hebben we over 2 weken de sleutel. En dit vind ik dus echt te lief. Mijn schoonmoeder heeft gewoon mijn was opgevouwen die er stond. Echt zo ontzettend aardig. Dus daar ben ik echt heel blij mee. Het waren 2 hele wasmanden vol. Nu even lunchen met de jongens en gaan ze lekker naar bed. Ik denk dat mijn werkdag is. Jury is weer thuis gekomen gisteravond. Super fijn. En het team komt net aanrijden. En Jury heeft €70 aan leiders voor ons meegenomen. Uit Duitsland. Voor €70. Dus ik ga haar even helpen met uitpakken. Want ik denk dat ze alles mee heeft genomen. Is hier de bezorger van de luiers? Die gaan we even uitpakken. En dan heb je voor jezelf ook nog luiers allemaal meegenomen. Maar daar heb ik ook nog luiers. Nee joh. Hoe dan? Dit is onze vrijdagmiddag koptelefoon op en video's bewerken. Oh, het ziet er stralend uit. Ja, highlight. Dit is jouw mommy make-up routine. Mommy make-up routine. Maar die komt de komende vrijdag online. Dus kijken. Goedemorgen. Oh, dit wordt een zwaar dagje. Jelle die gisteren om 10:00 gaan slapen. Maar Jelle die kreeg nachtangst om 11:00 s'avonds of zo. Dan ben je altijd best wel even mee bezig. Eer dat hij dan weer gekalmeerd is. Dat is zo zielig. Nachtangst zijn een soort nachtmerries voor wie het niet kende, maar waarbij kinderen dan wakker zijn. Het wakker lijken, maar ze zijn niet echt wakker. En dan zijn ze helemaal in paniek. Heel sneu. Het begon grijs nog eventjes. Daar waren we ook nog even mee bezig. Maar goed, oké. Het was op zich. Dat is niet het ergste. Het ergste is dat Martine en ik vanavond naar Bluff gaan. En dat het om 8:30 begint. En om 11:00 is afgelopen. En dat we dan nog 2 uur in de auto naar huis moeten. Twee, dat je in de auto zit is 11:30, dus 2:30 in bed. Nou, is dat vroeger was dat natuurlijk niet zo'n probleem. Dan kon je dan volgende gewoon uitslapen. Maar tegenwoordig heb ik en nachtbrakers en vroege kindjes. Wakker, vroeg vogels. Lekker dit verhaal. Dus daar zie ik wel een beetje tegenop.
Maar goed, voor een keertje moeten we dat kunnen overleven. Dus ik ga nu mijn make-upje doen. En gaan we zo lekker lunchen met z'n viertjes. Als Jelle wakker is. En dan ga ik vanmiddag dus weg. Ja, hè? Ben je lekker aan het kleien? Ja, ik zie het. Bijna klaar voor Bluff. Ik heb er zoveel zin in. Even een lipstickje op. Zo. Even snel de VT Wonen lezen, die is net binnengekomen. En dan ga ik naar Tien toe. Wij zijn girlies op weg. Ja, het staat je echt super vet, Tien. Zo grappig. We gaan hier, zullen we hier een tutorial van maken? Ja. Jongens, doe even een duimpje omhoog en laat, of laat een comment achter als je deze wil zien. En doe een duimpje omhoog als je onze krullen met rietjes video nog weet. Waarin we het zeg maar zonder hitte deden. En toen zei ik nog tegen Wil, dit heb ik binnen 45 minuten gedaan. Blijft 100 keer beter zitten vanwege de warmte. Ja. En die krullen met rietjes deden we 18 uur over. Ik had het laatst nog bekeken. Oh, ik stem gewoon voor een kletsvideo dat jij en wij dit bij elkaar gaan doen. Ja, echt lachen. Leuk. Oké, laat even weten of je dat wil zien. Gezellig, we gaan lekker naar Bluff. We gaan eten en ik neem dan, nou, ik heb een jaar lang, langer jaar niet gedronken. En ik neem even één wijntje. Gewoon ja, goed puur. Zo. Even één leuk rood wijntje. Dat kan best. Ja. Het is na 3 uur afgebroken, toch mensen? En ik heb een jurkje aan. Nou, ik voel me gewoon bijna weer mezelf. Tien is helemaal happy. Ja, ik ga niet drinken, want ik ben de bot. Je bent maar, de bot. Dat is niet erg. Blauwe ruis. Of harder dan ik hebben kan. Nou, dan ga ik jank hoor. Er zitten hier allemaal mensen op de ras. Goed, wij hebben er zin in, zoals je merkt. Het is een beetje druk. Het is gelukkig niet druk. Ik voel me net een alsjeblieftje en een blikje. Moet je kijken wat een mens. En die kan ook toch op. Het is 8 uur, dus ik hoop dat het om 8:30. We made it. On time. We zijn er. Gelukkig ging op het laatste heel snel. Kijk, zie je tas? Ja, prima. Echt beveiliging. Maar we hebben het wel gered. We moesten ook nog 2 rijen opschuiven. Alle wielen 10 stonden weer in het verkeerde vak en zo. Maar... En iemand herkende ons nog. Die zei dat mag niet. Ja, echt wel. Oh. We werden gedwongen om het op te schuiven. Want we mochten niet naar binnen. Echt, maar moet je kijken, jongens. Zondagmiddag, mama man, ik voel me echt ontzettend brak. Mijn stem is ook een beetje schor geworden. Maar het was een hele gezellige avond en een echt geweldig concert. En nu ga ik deze vlog bewerken en is het tijd om hem morgen online te knallen. En tegen de tijd dat het morgen is,
En jullie allemaal aan het kijken natuurlijk. En dan zie ik jullie over 2 weken weer.